bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Hola. Hola. Hola, hola. Vertel. Ik ben bezig met inpakken. Inpakken? Ja. Waarvoor? Voor kamp. Kamp, kijk! Yay! Hey, kamp groep 8. Ja. Waar ga je heen? Summerkamp Heino. Oké, dat weet je al. In de buurt van Slagharen. Oké, heb je er ook een menu van of een programma? Ligt wat ergens? Hier. Hier kijk. Heb ik dus... Ja. Hier heb je dus... Groep 8. Kamp. En dit is dus het hele park dat... Oké, okay, inzoomen zo. Waar we dus de hele week zullen zijn. Alright. En dan... Met allemaal van jullie leeftijd. Yep. En nou, we beginnen dinsdag... Ja, een korte versie hoor, want we hoeven niet allemaal te horen hoe we wat. Nou ja, we gaan op dinsdag gaan we naar Slagharen en dan gaan we eten en zo. En dinsdag dus we morgen in de... Ja, maar morgen morgen vertrek je, dus ben je heel even bij Slagharen. Ja, heel even maar. Oké. Nou, Slagharen. In de avond hebben we disco. Alright. Heel leuk. Disco. Dan hebben we woensdag hebben we om 10:30 hebben we zwemmen. Ja. En nog barbecue, sporthal, foto, gallery. En... Rally. Rally, ja. Donderdag hebben we challenge run. Oké. De hele dag zijn we weer, ja, sport inderdaad. En dan vrijdag is alweer terug en dan doen we die dag nog één keer midget golf. Oké. Nou, dat is ook leuk. Een heel programma voor echt alles. Ik wil ook dingen binnen zijn. Een zwem is volgens mij binnen. Ja, dat luister ik ook. Dat mag ik hopen. Maar nu, dus de weervoorspelling is niet zo subliem. Nee, Slagharen is helaas buiten. Ja. Ik hoop dat barbecue ook onder een afdakje is. Ja, dat... Bonte avond weet ik niet, want we hebben ook een bonte avond. En wie van de juffrouw en meesters gaan mee? Ja, nou komt het hoor. Dat weet ik ook. Oh, gelukkig. Dat uit je hoofd, zo te zien. Nee, dat niet. Ja, juffrouw Jan, dat weet ik wel. Nou, onze eigen juffrouw, juffrouw Jan. Ja. Juffrouw Janne en meester Alexander. Die gaan de leukheid die meegaan, kampleiding. Dus die gaan de hele week. Dan gaat op dinsdag tot en met woensdag gaat juf Mandy mee. Okay. En donderdag op vrijdag gaat meester Simon mee. Die ken ik nog niet, die naam. Dat is de directeur. Oh, zo. Dus ja, die gaat ook mee. De nieuwe directeur. Ja, de nieuwe directeur. Want Bassie is weg. Ja. Meester Bas is weg. Ja, Bassie is weg. Ja. Ja, goed. Ach, hè. Dus... Ik ben benieuwd hoe Simon is. Nou goed. Ik heb eigenlijk niet heel veel gesproken. Nee, nou dan. Goed, dat is het feestbeest. We gaan eens even kijken. Je koffer. Ja. Heb je, want je mag een koffertje meenemen. Ja, je mag een koffer meenemen. En ik heb ook dus een hele lijst. Past ook nou maar net niet. Past toch net nee. Niet? Oh. Dit is een hele lijst dat allemaal mee moet. Moet. Nou ja, inpaklijst. Het is handig als je dit meeneemt. Deze kant en dan deze kant nog. Oké. Okay. En dat moet allemaal in het koffertje? Ja. Oké. Okay. Dus dat past lekker. Nou. Maar ik hoef niet alles weer per regel hoor. Maar gewoon even, wat heb je een beetje voor de hoofdzaak? Nou, we moeten sowieso natuurlijk lange broeken, korte broeken, dat soort dingen. Truien, t-shirts, ondergoed, van alles. Ja. Dat. Dan moeten we ook onze... Oh, ga je mee, Asja? Moeten we onze slaapzak, in dit geval, ik heb geen slaapzak, dus ik neem mijn dekbed mee. Dat mag namelijk ook. Hoeslaken, matrashoes. Die hebben we dus die ook heb je ook al erin zitten. Kussensloop. Een zaklamp moet je ook nog... Die heb je al gepakt? Die zit erin? Ja, die zit er... Ja, zeker. Ja, die zit ergens. Ja, hier zie ik batterijen. Dus dan zit... Hier zit die, hier. Oké. Ik heb ook extra batterijen mee. Juist. Voor als die opeens thuis ophoudt, want het zit in mijn bos, altijd leuk. Ja. Nou, dan hebben we kledingactiviteit, sportkleding, sportschoenen en zwemkleding. Disco-kleding, kleding voor bonte avond. Ze willen gewoon mee. Ja. Ze willen mee. Toiletspullen, borstelkam, tandenborstel, tandpasta, handdoeken, dat soort dingen. Dus hier ligt van alles al klaar. Uitgestald, klaar. Toilettas. Ja, daar heb ik van alles in zitten. Ook je spullen voor je beugel. Ja, mijn mondspoeling. Ja. Ik neem niet de elektrische borstel mee, dus ik neem deze mee. Oké. Okay. Van de orthodontist die ik heb gekregen. Ja. Ik ga het... dus deze kijken. Stokjes. Stokjes om tussen uit te halen. Die week ga ik met de tandpasta poetsen van de orthodontist. Is die nog een bokkel vallen? Ja, die valt er net uit inderdaad. Daar ga ik het die week mee doen. En wat elastiekjes heb ik extra meegenomen. Oké. Okay. Nou. En dan heb ik hier nog zonnebrand. We moesten ook zaddoeken meenemen. Geen idee waarom, maar... Nou ja, waarschijnlijk als je verkouden bent. Zoiets voor mijn nagels schoon te houden.
altijd belangrijk. Aftersun en shampoo. Het geval dat ze gaat huilen. Ja. Ja. Dus. Oké, okay, past. Er moet ook in die koffer nog erbij. Ja. Zo, nou. Ja, dat wordt niet klaar. Moet je geen koudere koffer nemen? Dat mag niet. Ja. Er is geen mens die dat controleert. Nee, hoezo? En die hebben we hier ook niet. Maar die hebben de opslag liggen. Ja. Ja, je had die grijze koffer moeten nemen van Jur. En ja, dit is dus een beetje wat ik allemaal in mijn koffer heb zitten. We moesten ook washanden meenemen, dus daar hebben we gewoon deze juist. Hartstikke mooi van de Kruidvat. Hartstikke goed. Hartstikke mooi. Nou, dan hebben jullie de tas voor het vuile goed. Kijk, heel slim. Die hadden we ook met de kans mee. Ja, juist. Van de Royal Canin. Nou, dit gaat allemaal mee. Als het en er moet nog meer mee, hè? Ja, wat dan? Ik heb hier nog een kat en dan gaat er meer mee dan? Er moet nog een dekbed inpassen. Ja, ja. Okay. Of een kussen. Een kussen? Ja, een kussen. Maar ik weet niet of ze daar een kussen hadden. Nou, nee, ja. Je moet een kussen mee. En nou, dan moet deze ook nog mee. Ik heb best wel een groot kussen. Ja, laat maar bij haar liggen, want je moet op vlak op slapen. Ja, dat weet ik. Ja, en deze knuffel. Moet mee. En de knuffel moet mee. Ja. Jeetje. Gelukkig ook de kleinste die ze uitkiest. Maar goed. Ja, maar ik heb geen kleinere. Nee, hier. Nee. Ik heb geen kleinere. Nee. Nee. De hele beste vol met knuffels. Oh, ik heb hier de knuffels. Ja. Ja. Asha, levendige knuffels. Ik weet wel leuk als je meegaat hoor. Ik weet alleen of die heeft. Maar goed, oké. Okay. Dus dat is, dit is al wat meegaat. Ja, dus ja. Dat gaan we nu even en kijken. Moet omdat ja, gimpen moeten mee. Ja. Gimpen, slippers, opladers. Nee. Telefoon mag niet mee dus. Telefoon mag niet mee? Nee. Dus er komen geen filmpjes van haar. Nee. Je hoort dus daarna de verhalen. Oh, dus er komt geen groep 8 vlog van... Nee. Jongen. Maar er zullen hopelijk heel veel foto's en video's worden gemaakt. Ja, door wie dan? Door de juffen. Oké, ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, van de Infinity Games hebben we niet veel op teruggezien. Nee, van de Victus Games. Van de Victus Games, dus dat is wel... Maar goed, dit moet allemaal ingepakt worden. Dit gaan we nu even inpakken. We gaan even kijken of we ondertussen... 5 minuten. Ja. Oké. Hoe is het met je werkstuk? Daar zijn we vandaag hebben we echt een heel stuk aan doorgezet. Ja? Dus... Dat is het? Nee. Dat is het niet. Nee. Okay. Oh, ja. Hier, voortplanting hebben we echt een heel, heel groot stuk. Okay. Woongebied. Moeten... Even, waar ging het over? Kooikarpers. Oh, ja. Hier heb je beter. Maar ik doe het op Word ziet het allemaal even beter uit. Maar als we ik samen in een stuk wouden typen, hebben we het even op Google Drive gedaan. Daar kunnen we namelijk samen in typen. Zodat zij mijn stuk een beetje kan aanpassen. Nou, pak jij het even je zien onderhand? Wij gaan het even inpakken. Ja, en dan met het vieze weer. Ja, het regent. En dan gaan we zo naar opa toe. Ja. Dus dat is, en halen we oma ook even op. Dus we gaan even op je eten naar. Dus we moeten even opschieten weer. De zaklamp. Ja, die doet het. Test. 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 Nou. Reservebatterijen. Test. Hebben we ook. Nou. Alles zit in de koffer. We hebben getest. Ja. Ging net, hè? Kantje woord. Oké. Okay. Ja. Nou. Opslaan. Sla het vanzelf op. Juist. Oei. Ja, dat hoe is het met de beugelstand? Goed, ja. Ik heb er wax op zitten. Oké. Okay. Ja. Dus. Dan heb je morgen dus die koffer. Ja. Je hebt dan nog een groene tas. Uh-huh. En je hebt dan een tas voor. Maar in principe loop ik alleen met die groene tas. Die groene tas loop je dan alleen mee. Ja. Inslagharen. Ja. Oké, okay, spannend. Misschien zien wel mensen jou nog morgen. Het kan, het zult me niks verbazen. Ja, dat kan natuurlijk. Het is dan wel kans groot dat ze natuurlijk wel in groep 8 zitten. Ja. Want de rest moet naar school. Ja. Dus grotere kans dat het natuurlijk alleen groep 8 is of ouder. Ja, dat kan. Maar goed, we gaan even oma halen. Yes. En dan vanavond. Ik zal even omdraaien. Ja. Want dat moeten we nog even doen van school. Wat? Ja, ik zal even pakken. Ja, we moeten nog eventjes testen op COVID. Ja. Dus dat doen we nog vanavond eventjes. Yes. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En hopen dat het natuurlijk wel negatief is. Ja. Of positief. Het is net hoe je het kijkt. Het is net hoe je het bekijkt. Maar laten we vanuit gaan dat je het niet hebt. Ja. Juist, ja. We doen dat. Ja. Ja? Ja. Goed idee. Heel goed.
Want we hebben al een tijd niet meer getest. En toch links en rechts hoor je natuurlijk wel weer mensen die de laatste tijd wel weer krijgen. Misschien is het beter DM niet te doen. Dan weten we het ook niet. Dus dan... Nee, dan weet je ook niet wat je zeker... Maar ja, als je het hebt, dan ga je niet door. Goh, spannend. Ik wil wel een kamp, hoor. Ja, je wil wel een kamp. En hoe is het eigenlijk met het toneelstuk? Supergoed. Ja, gaat goed? Ja. Alright. Nee, ik heb 2 zinnen. Dus ik weet niet, 2 zinnen uit mijn hoofd. Alright, dat heb je al eentje hoofd. Ja. Kun je misschien thuis kamp oefenen? Als het goed is, gaat hij even een box meenemen. En als we dan in de bus zitten, gaan we alle liedjes doen en zo. Dus dat was echt een hele leuke varkensstal. Alright. Aankleden, we gaan naar beneden. Nog even voor we weggaan. Even tussenstand wat betreft de, zeg maar... Pindaplant. Pindaplant. We hebben natuurlijk vorige week de pinda's gepoot. Ja. En kijk, ik zie er toch 2. Die er echt wel heel goed uitkomen. En hier breekt hij ook open. Daar breekt hij ook open. Nou, dat komt ook nog wel goed. Dus. Dus er komen er 2 zeker, 3 zeker. En die? Deze. Aanbrecht, want het water zit erin. Is nog niet heel zeker. Oké. Maar 3 zeker. Ja. Dat is wel leuk. Ik ga even 1 keer inzoomen. Dus je kan je eigen borrelnoten gaan kweken nu. Ja. Ja. Mag ze alleen niet eten, maar... Ja, volgende week als je terugkomt van kamp, dan zullen we wel weer laten zien hoe het dan is. Ja. Dus dat is leuk. En ik zal ook even laten zien hoe de plantenpot buiten eruit ziet op dit moment. Ja. Wacht, ik loop er even heen. We gaan even gaan zien hoe het eruit ziet. Dit is buiten. Dit is we buiten. Hebben de, bij de dahlia, die hadden we best wel ver in gegraven inderdaad. Daar heb jij een beetje een aarde weggehaald. Ja. En nu en zie nou je, komt nu komt hij omhoog. Dus hij was gewoon te dicht. Hij had gewoon... Te veel aarde op zich. Ja. Maar goed, ja, en de rest komt wel omhoog. Ja, dus volgende week, want kijk, deze al. Het tweede blad komt al. Ja, bij de meerdere hoor. Ja, dus volgende week als je terug bent, dan... Dan is hij vrij hoog. En dan moeten we ook gelijk de waterlelies poten. In een sloot. Dus die dat doen we allemaal... Ook hier. Ja, dus dat doen we volgende week. Hele plant. We gaan eerst nu naar open. En de bananenboom hebben we ook nog. Ja, we gaan eerst naar open. Ja. Let's go. Let's go. Let's go. In, met de regen. Yeah. Yay. Ja, zo stap je erin en zo stap je er weer uit. Ja. Geen krassen maken op de auto, hè? Nee, ze zijn heel stoffig. Kijk, ze zijn heel stoffig. Ja, breng je van weer in. Ja. Zie je daar? Ja. Oké. Okay. Tadaa. Applaus voor jezelf. Zo, daar gaan we. Weggaan, jas aan. Ja, moe in de wasstraat. De rotatie zo. Ja. Heel veel. Gewoon ook kristal. Ja, de plastic soep, hè, heet dat. Ja. Dan gaat het legwacht erin. Hier? Achterin. Ja, natuurlijk. Dit achterin. Ja. Ja. Bij je vader spullen. Ja. Ja. Als het open. Ja. Je kan het. Jouw jas ligt hier. Ah. Zo. Nou, neem maar gauw in dan. Jouw jas ligt hier ook nog. Ja. Kijk hoe ik dan het beste. Ja, gewoon zo. Okay. Ja. Yes, kan die? Ja. Oh, dit kan. Zo zit je in de auto natuurlijk. Ja. He, en oma halen. En zo ben je alweer opa, gezellig, in Voorburg. En heb je alweer wat gekregen? Ja, van oma van de avondvierdaagse nog. Oh, oké. Okay. Dus. Ja, dat was natuurlijk, ze wouden wel komen natuurlijk, hè, maar het was toen zo druk. Ja. Ja, dat was niet te doen natuurlijk. Goh. Ga open. Een bierblikje. Je ziet het al? Ja, rustig. Dus kun je mij gewoon even het papiertje uit. Kijk het open. Oh, ik zie het al. Zie je het al? Oh, wacht. Misschien heb ik het fout. Snoepies? Krijt? Ja, ik had het fout. Make-up? Ik heb geen idee. Eerst moet ik het even uit deze verpakking. Wat is dat dan? Een poppetje. Er komt gras uit. Oké. Okay. Oh, ja, leuk. 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 Gaan we haar knippen? Ja.
Dat ja. is leuk. Hebben we nog meer planten? Ja. Ha. Ha. Is het gewoon gras of is het soort gewoon kruis? Gras. Het is helmgras. Gras. Ja, gras. Okay. Dan kunnen we gras mee knippen. En domino steentjes. Oh, ja, je arm zit, ik zie niet. Oké. Okay. Domino steentjes. De domino challenge. Nou. En zitten er, hoeveel zat er daar in het pakje ja. allemaal? Broeders, hoeveel zit er in het pakje? Zes. Zes. Nou, dat is een... Dat is een ja, nee, hoeveel zit er in een pakje? Ja. Ja, zit er zes in? Nee, toch? Zit er één steentje. Drie. Oh, nee. Oh, ze zijn zo klein. Ja. Oh, het wordt wel een heel klein baantje. Mm. Heb je even een postzegel? Oh, nou. Drie zitten er in een pakje. Oké, okay, nou. Dan zien de afbeeldingjes op. Hè. De reclame lijken ze wel een stuk groter. Ja, dat is dus niet zo. Maar ik maak ze gewoon open. Ja, ja, heel goed. Want dan ga ik zo meteen even zo'n streep neerzetten. Ja, kijk of het mij ook gewoon lukt. Ja. Oké. Okay. Een staanplant. Oh, je vindt het wel geinig gemaakt weer, hè? Ik heb wel... Nee, dit is plus. De plus is erin gesprongen. Ja, dat doen ze altijd. Ook met Marble Mania en ja. zo hadden ze dat ook. Ja, hadden ze ook die knikkers. En Lego ook. Maar goed, dat doen we zo wel eventjes. We gaan eerst even een bakje doen. Ja. En ik zag net, ik zat in de vijver te kijken. Uh-huh. Liggen visseitjes. Oh, dus, ja. we gaan even zo meteen wat kuit doen. En dan gaan we even een bakje thuis doen. En dan gaan we het helemaal weer regelen. Oké. Okay. Dus dat is goed. Maar we gaan eerst even een kop koffie doen. Is goed. Een beetje een soort echte muis. Ik was nog droog. Ja joh, je bent nog steeds droog. Nee, hoe zeg je juist? Ik ga je bijna. Ik hoop net dat ik hier überhaupt buiten ben. Oké, okay, zet de camera zet ik eventjes hier neer. Ieuw. Zet je hier neer zo. Kijk, als je op je knieën gaat, rechts, rechterkant. Ja, op je knie daar. En dan moet je goed kijken in die lichtgroene plantjes die daar een beetje drijven. Als je goed kijkt, zie je witte stippies. Zie je? In deze toch? Daar rechts. In deze toch? Ja, die. Dan moet je goed kijken voor je, daar ben je een zwarte slang. Als je goed op je knie, dan zie je witte kleine stippies. Oh ja! Ja. En nu je weet hoe het eruit ziet. Ja. En heb je best kans dat je meer ziet. Dus ik zet de kamer af. Kijk, alsjeblieft. Hou even vast, hij loopt al. Ik zat te kijken voor die klem hier. Nee, oké. Zo, ga ik even hier kijken. Hier zie ik niks. Ja, ik denk echt dit alleen dit bosje. Bij jou zit dit jaar, hè? Alleen dit bosje, denk ik. Ik zie niks hier. Ik zie... Ik zie twee grote dikke klonten. Ja. Ik zie alleen dit stukje. Ja, ik ook. Ja, dan geef ik jou een pot. Zo, een beetje water in doen. Ja. En dan kun je daar een beetje van plantjes in doen. Met die eitjes dan bij elkaar pakken, zo, zo'n dropje. Ja, gewoon zo'n plintje. Ja, zo eruit trekken zo. Het scheurt vanzelf af. Zo. Nee, ik zie hier geen... Ik zie ook alleen maar dat. Ja. Ik zie hier voor de rest nergens... Eitjes? Eitjes ingezet. Ja, misschien hebben ze al een paar rondjes gedaan, hè? Dat kan ook. Dat kan ook. Nee, ik denk dat dat echt het enige is. Mag ik eens kijken bij jou? Ja, dat mag. Zo. Lekker die druppel. Zo. Arme broek. Hier liggen meer eitjes. Kijk. Oh ja, toch. Zie je? Ja. Zo. En... Ook in de. Hier zie ik ook nog eitjes op. Ook nog goed. Alsjeblieft. Ja, dat gaat goed komen.
gaan. Nou, dan gaan we deze weer proberen. Ja. Leuk. Goed waar. Leuk, leuk, leuk. Oh, kan hij dicht? Ja, hij hoeft niet zo. Nee, maar hij moet wel dicht. Hij is dicht. Water erbij doen. Okay. En dan had je het over aan die kant wat plantjes weg, hè? Hoe zet ik het nou aan? Nee, hier ging dat niet. Dat zijn schilfertjes, denk ik. Ja. Nou ja. Leuke. Ja, dit vind ik nou, leuk. Leuk. Leuk experiment weer. Ja, top. In die kan lopen. Blijf ik hier zo staan. Ja. Kijk, als je dan een vol giet, dan zie je vanzelf of er al babygoudvisjes in zitten. Nou, omhoog. Oh, dat is zo. Hier zit het ook. Zie je wat bewegen? Nee. Ik zie wel mug. Nee. Nee, nog niet. Nou, dan houdt in dat er nog geen babyvisjes zijn. Nee. Tenminste niet in deze. Nee, nou dan kan je teruggooien gewoon. Hop. Nou, leuk. Lekker bezig. Kijk, ik zie dat je begonnen bent. Wat ga je doen? Oké. Okay. Oh, nou, het begint nog goed. Oké. Okay. Ga je ronde maken? Ja, ik ga een ronde maken. Ja, zo. Dat is nou, moeilijk. Ja. Is dat moeilijk? Hoezo? Ja. Het is heel lastig om hem door te laten lopen. Ik maak een aftakking hiertoe. Oeh, dat is nog moeilijker. Oh. Nou, we beginnen even opnieuw. Ja. Oké, okay, nou, eens even kijken wat we nu kunnen maken. Dan gaan we. Oh, ik vind het echt spannend. Oh. Hij werkt. Hij werkt. Nou. Dat wel. Ze zijn niet allemaal even plat, hè, van onder? Nee, geel. Hier een beetje scheef. Je moet de andere blijf deze. Niet staan, zie je. Dus, nou, leuk. Ja. Je kan even tenminste zelf spelen. Ja, nu ga ik ook zulke bochtjes proberen. Ja, ik heb honger. De trek. Trek, oké. Okay. Een soort kroepoekachtig. Nou, voor de vaste kijkers weten het, hoor. Chineesje, dat vind je lekker, hè? Ja. Wat heb je nou precies erbij liggen allemaal? Welk nummer is dit? Nummer 43. Dat is allemaal bij. Ik heb rijst. Ja. Saté. Deze. Goeie look blijkbaar. En ei. Goeie jonge hei. Oh, lekker schat. Nou, eet smakelijk, hè? Oh, de goeie jonge hei. Ja, jawel. Mm. Chinees zit erin. Nou, ik zie het al. Hoi. Ik denk, wat gaat er gebeuren, mama fruit? Ja. Allemaal helemaal stom, mijn baas. Ja, nou. Lekker hoor. Nou, alles opeten, hè? Net zoals Chinees net. Nou, oké, neem je oma mee? Ja. Oma, ik neem jou mee. Succes wens ik over de duimen. Klopt van volgens. Ja, heb je er vast? Ja. Ik word van te gaan. Ja, ga maar terug. Reclame. Ik ben even reclame afgemaakt. Ja, reclame. Wat hebben we achterin allemaal zitten? Zit er van alles in? Tadaa! Fantastisch. Nee. Past eigenlijk is de vuilnisbak gewoon te klein. Nou. Ik zal het volgende week wel rondbrengen. Ja. Nou, ja, je paardenspullen naar binnen.
En dan alles klaarmaken voor morgen. Yes. Nou, ik heb de viseitjes in het aquarium gedaan. Goed, jij moet even testen. Ga je gang. Ja. Als je gooit hem op de grond, die is het dan hier mee eens. Ja. Oké. Okay. Het stokje. Ja. Lekker lang. Oké. Okay. De rest wil er niet uitkomen of zo. Ja, kijk. Oké, okay, nou. Hup, doosje openen. Zo. Ons. Negatief of positieve zakkie. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Vloeistof. Ik ga even de gebruiksverwijzing lezen. Want ik heb dit. Ja, ja. Een ander pipetje. Moet je dat vloeistof er zo in doen of zo? Dat denk ik. Maar, oh, heel zacht buisje zit. Oké. Okay. Heel even. Heb je een nieuwe uitvoering? Ja. Nou, even kijken. Oeh. Ja, het vloeistof moeten we nog even in het buisje doen. Ja, oké, maar dan moet je na die tijd doen, of voor die tijd. Even kijken hoor. Gewoon nu. Nee, waar staat dat dan? Kijk. De tweede stap is het erin doen en de derde en vierde stap is pas testen, dus. Oké, okay. Ja, oké. Okay. Dit, even kijken hoor. Ja, moet je opendraaien. Dit moet je zo doen. Ja. Als het goed is. Ja, dan draai je het eraf. En dan kun je het puntje in het flesje doen. Ja, helemaal kruipen. Dan zit alles erin. Oké, nou dat is klaar. Ja, oké. Nu stokje in je neus. Nou, ik weet niet of je het zelf kan. Tuurlijk wel. Nee, dat durf ik niet. Ja, stokje vastpakken op de goede manier. Ja. Nou, goed in je neus. Hoe lang moest het volgens mijn beschrijving? Tweeënhalf centimeter. Ja, dat is een stukje, ja. Even kijken hoor. 3 tot 4 seconden times. Nou, lees gewoon wat er staat. Hoe staat er? Het is Engels. Ja, en dan lees dan in het Engels. Can the world swap around the inside of your nose strail in a circle motion 3 tot 4 times. Oké, okay. Nou 3 tot 4 keer. Dus dit moet je gewoon tot 2,5 centimeter, dit stukje. Oh. Ja. Ja. Zeg jij maar stop, ja? Ja, doe er gewoon erin maar. Oh nee, dat durf ik echt niet. Jawel, gewoon. Hop. Goed. Ja, kom. Nee, yo. Meer naar achter. Wat was je goede neus, schat, hem? Moet je proberen? Ja, dat weet ik niet. Ja, moet je even proberen. Dus, ja? Moet je in, of? Maakt niet uit. Welke gemak? Nou, dan moet je daarin doen. Oh, nee, maar nee. Doe jij. Nou. Oké. Okay. Ademen. Doorademen. Doorademen. Ja, je klaar? Ik ben klaar. Nou. Oh man, echt niet goed hoor. Echt niet. Nou, heb je een horloge bij je? Nee. Ja, dan moet je een horloge pakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hoe lang moet het dan? 10, 11, 60 seconden. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oké, nu uitknijpen.
Zit er niks meer aan. Dit is gelukkig een heel... Ja. Een heel zacht buisje. Ja, uitknijpen, dat er niks meer in zit hem. Aan je dingetjes langzaam begeleiden. Mm-hmm. Ja, nou. Dopje erop zetten. Leg zak weer neer. Dopje erop doen. Nou, nu hopen dat het wel een goede uitkomst hebben. En dan doen we druppels. Even kijken. Ja. Drie. Drie druppels. Nou, op het kleine dingetje. Hier. 1, 2, 3. Oké, okay, nou nu moet je wachten. Nu moeten we... Kan je op kamp, ja. 25. Ik ga gewoon kijken, want als je zo meteen omhoog komt en dan komt het streep bij de zee, dan is het over voor mij. Toch? Of wel, even kijken hoor. Nou, hij gaat al lopen. Ja, dan. Oh joh, ik vind het echt spannend. Mag je op kamp? Nou, als het echt... Streep je bij de... We gaan laten we heel even naar een andere test kijken. Ik heb ze nog. Dit is mijn positief. Even kijken. Of ik die andere hier heb liggen of dat die ergens anders liggen. En dit is mijn negatief. Ik heb nog een positief, maar ik weet even niet zo goed waar die is. Of is het dus ook mijn positief, zeker? Dat is twee keer positief. Dat is twee keer positief. Dat is wel handig, dus als ik je ziek wil zijn, kun je gewoon je positief pakken. Ja. Een positieve test, jongens. Want we zijn nu het zoeken. Nou, de oude. Oh nee, dit is denk ik, dit is... Nou, ze worden misschien een beetje positief na... Nou, je hebt heel veel testen. Ja, en ik ga deze ook nog bewaren. En hier komt het kleurtje. Ja, ik ben dus nu volgens mij... Met C. Kijk, dat is volgens mij negatief. Je bent C. Ja, ik ben C. Dat is de controle. C is negatieve resultaat. Ja, deze is positief en die is positief. Deze is negatief. Die is negatief. Nu ook. Kijk maar, hij wordt al ja. C'tje. Oh. Dus je kan op kamp. Maar was het lastig, bij deze duurde het ook bij deze duurde het lang voordat het schepje op kwam. Dus ik ga nog even gewoon... Oké, okay. Maar goed. In de tussentijd kan je wel je wassen met je... Maar waarschijnlijk kan ik op kamp. Je kan op kamp. Yes! Nou, spullen inpakken. En dan ga ik deze ook bewaren. Nou. Ik zie dat er een aanpassing is gedaan. Ja, we hebben even een andere koffer. Deze is net iets groter, dus alles past gewoon wat beter. De doek is dicht dan heb je gewoon... En hier komt trouwens nog mijn knuffel tussen. Dat past okay. Ook. Kijk, dan heb je gewoon deze koffer in plaats van die gele. En dan nog een tas erbij. En dan heb je hier ook een... Dat is gewoon je losse... Ja. Voor... losse tas. En ik heb hier dus... tas ook nog mee. Want? Mocht jullie naar sportvelden gaan, ja, naar het zwembad, erin dan heb je in elk geval even een losse tas bij je. Deze heb ik meegenomen voor Daryl. Ja. Dus dat ik hier mijn spullen. Slagharen. Ja. Dat ik hier mijn spullen in kan doen. En dan kun je tas in de auto laten. Ja, in de bus. Okay. Die extra paar schoenen zitten ook hier in de tas. Handen. Alles zit gewoon. Daar zit erin. Ik ben echt ontzettend diep, want ik heb er heel veel zin in. Zal ik hem nu nog een andere handdoek ook nog meegeven? Ja, nu kan het wel. Nu past er toch nog wat extra's bij. Yes, nou goed. Wijfie, ik ga daar even voor je bij. Ik zal even bij je komen. Dat houdt dus in dat we morgen alleen een beetje kunnen vertrekken, kunnen filmen. Ja. Dat plak ik wel hier achteraan dan. Ja. He, dus dat zal, maar dat is een kort videootje dan, jongens. Dat gaat vertrekken alleen maar. En dan deze week verder geen vlogjes. In ieder geval niet meer... Nieuw. We gaan natuurlijk wel nog vier vloggen laten zien en dergelijk. Maar dat merkt niemand dan. Maar dan hebben we eventjes een 5 dagen weer geen videootjes. Dus daar moeten we flink inhalen qua de video's weer. Ja, dat komt helemaal goed. Dus, maar goed. ik hoop deze video... Zo, ik hoop te genoten van deze video. Kwam er heel lekker uit, maar niet eens. Ja. Ik heb echt ontzettend veel zin in morgen. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje spannend, maar leuk spannend. Dus ik zou zeggen, tot over 5 dagen. Ja, ja, dan plak alleen morgen nog even je achteraan. Ja, ja, dus dat zal je dan... 4 dagen dan. 4 dagen. En dan heel veel succes. Dankjewel. Je kan het. Leuk. Ja. Toppers. Doei doei. Vandaag is het zover. Ja, ja. Gisteren heb ik natuurlijk afgesloten en vandaag ga ik op kamp. Ik vind het echt ontzettend spannend, maar ik heb er ook ontzettend veel zin in, maar ik heb veel, ik vind het gewoon spannend. Alle spullen zitten in de auto, het is echt een hele koffer vol, echt niet te geloven.
voor 4 dagen, maar joh, we maken het uit. We moesten ook wel veel meenemen. Sportkleding, zwemkleding, van alles. Nou, zwemkleding in dit geval niet zo heel groot. Zwemkleding mee. Vergeten? Niet. Wel? Niet. Ja. Niet, die heb ik nog gezien vandaag. Oh. dus ja, ik vind het heel spannend en ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ja, het was natuurlijk maar een beetje kijken voor groep 8 dit jaar of het doorging. Want vorig jaar ging het niet door, namelijk voor groep 8, vanwege corona. Dus daarom ben ik heel blij dat het met corona nu wel redelijk weer goed gaat. Maar ook, je hoort steeds meer mensen die besmet zijn. Maar wij gaan tenminste op kamp. Dus ik ben ontzettend blij. En de musical gaat door, dus wat je ook maar wil, alles gaat door. Tot op heden. Tot op heden, inderdaad. Maar ik neem niet aan dat ze kamp nu opeens afzeggen. Dus nee, dat zal wel niet. Nee, daarom. In ieder geval, wij rijden even naartoe. En jullie zien mij zo meteen. En je bent getest gisteren. Oh ja, ik ben ook nog getest. Gisteren was trouwens negatief. De sneltest. Ja, de sneltest was negatief. Dus dat is fijn. Nou heb ik ook niet echt klachten of zo. Dus, maar... Nee, maar ja. Je weet het nooit. Het is mooi meegenomen dat je weet dat hij negatief is. Ja, daarom. Maar in ieder geval, wij rijden even naar school. En we zijn er bijna. Dus. Oké, we zijn er. En het is een tasje vol. We hebben ook even mijn naamboek geschreven, dus ik kan zien. Hartstikke mooi. Nou, en daar ook nog. En daar ook nog. Daar, ja. Daar, ja. Nou, mag ik de koffer? Ja. We lopen met de koffer van Adriani. Hey. Kom hier, hallo. Oei. Ja, nou. Daar gaan we dan. Ja, tenminste ik ga. Nou ja, ik loop voorlopig nog even mee. Ja, dat is wel. We moeten al die kinderen wel niet denken. Ja. Nou, ik denk dat de grootste deel onder 8 geen flauw idee heeft. Tuurlijk wel. Denk we weten allemaal dat groep 8 met allemaal voor kamp gaat. Ah, oké. Okay. Dus, ik heb wel een YouTube koffer mee. Dus dat komt niet. Dat weten ze sowieso dat op kamp gaan. Oké, nou, onze koffers die hebben bestaan. Ja. Ja, en ik heb er echt ontzettend veel zin in. Jij? Ja, ik ook. Ben je gelukkig. We gaan zo eerst naar Slagharen en dan hebben we heel veel leuke achtbanen in. Ja. Ja. Dan wandelen de koffers die eerst naar voren gaan, dan naar achter en dan doe je. Ja. En ik heb er ontzettend veel zin in. Mijn moeder gaat zo meteen nog filmen als ik in de bus zit. Ik weet alleen niet of je me kan zien, maar dat is nog een ander verhaal. Ik ben helemaal buiten adem. Dat is nog een ander verhaal, maar in ieder geval, er gaat niet veel gefilmd kunnen worden omdat ik camera ook niet mee kan nemen naar kamp. Dus dat gaat hem helaas niet worden. Maar als het goed is, worden er wel video's gemaakt van de juf met, nou in ieder geval, van ons die de juf maakt. Ja. Ja. Ja, dus dat gaat in ieder geval wel komen. Geen idee of we die ook in de video plakken, maar in ieder geval, ik hoop wel dat, dat we iets kunnen filmen, in ieder geval van de busvertrek, dus dat. Ja. Doe ik. Dat wil ik ook. Weet je? Ja. 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 En dan gaan we weg. Mijn kamer blijft. Of hier. Open. Oh, ja, op die manier. Ja. Ja. Ja, Liv! Ja, staat de bus van? Nee. Worden jullie met z'n allen? Oké, daar ga ik. Ja, daar ga ik. Oké. Doei. Doei doei. Doei doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk.
Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!